Nou, alle spulletjes staan klaar. Tess is even een rondje aan het lopen met de bel door de bak gewoon ernaast. Om even aan de bak te laten wennen. We hebben een bal, een bekken, een drukbank, een spiegel en Gepaard met een Lach. En Roos. Zonder Roos gaat het hem niet worden vandaag. Nou, we hebben vorige keer al een keertje gewerkt en ik ga nu eerst even naar ze kijken hoe het nu gaat. En aan de hand daarvan gaan we kijken wat we gaan doen. Dus wil je dan ook zo voelen dat het eigenlijk net lijkt alsof je zelf aan het lopen bent? Doe je dat? Als je zo'n beetje heen en weer gaat? Ja, weet je? En maak nou je rugexpressie strak. Zo, is het helemaal stil. Ik kan het niet. Hè? Ik weet niet meer. Gewoon stil zitten met je rug. Ja. Zo. Ja, ik zit er helemaal stil. En dan goed doen weer, hè? En dan weer los. Zo. En weer los in je rug. En dan ga je vanzelf door de beweging van je korte achterbeen ga je een beetje heen en weer. Voel je dat? Hoef je niet eens echt zelf zo mee te schudden, maar gewoon als je lekker ontspannen zit, dan voel je zo links, rechts, links, rechts. Ja. En dat is hoe ze achterbeen. Zo. En als jij daar lekker los zit, kan je pony ook lekker losjes doorlopen. Zo, dit is goed hoor. Blijf sturen even, sturen maar. Zo. En dan gaat het weer. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, maar ietsjes doorstappen. Ja, daar, zo ja. En het maakt helemaal niet uit als je nog niet precies voelt. Het gaat er eigenlijk alleen al om dat je je rug lekker ontspant doordat je oefent om het te voelen. Ja, want als je het dus op strak houdt, dan voel je helemaal niks meer. En als je lekker ontspannen zit, dan kun je voelen dat je heen en weer beweegt. Zo, dit is goed. Uit. Doe even een rondje draven. Bij Tessa wil ik graag werken aan het lichtrijden om haar handen en haar benen wat stiller te krijgen. Nu zie je dat ze de beweging maakt vanuit haar knieën, dat ze zich met haar knieën een beetje afzet aan haar zadel. En daardoor wordt de beweging nog iets groot. Ze gaat wel heel mooi rustig zitten, maar vanuit een nieuwe manier van bewegen zul je zien dat haar handen en haar benen nog wat stiller kunnen worden. Daarvoor gaan we eerst een oefeningetje op de grond doen om het lichtrijden droog te oefenen. En daarna gaan we terug op de pony. Om te kijken of hetgeen wat we op de grond hebben geoefend, of dat in het echte lichtrijden ook lukt. Goed, jij mag op de grond komen staan, zoals je denkt dat je op je pony zit. En ik wil je van de zijkant kunnen zien. Nee, die kant. Omer, omer. Ja, zij aan zich voor mij. Een beetje draaien. Zijkant. Ja, goed. Zo zit je op de pony. En nou mag je doen alsof je aan het lichtrijden bent. Oké, wat gebruik je nu? Oeh, mijn benen. Je benen. Iets specifieker. Welk gedeelte van je benen? Dit stuk. Je knieën. Zo. Ja, goed zo. Oké. En blijf nu eens, als je zo aan het lichtrijden bent, blijf dan eens in je sta-moment staan. Is dat je staan? Dat is je staan. Oké. Nou nee, dat is dan weer zo. Dat is weer zo. Ja, ja dat klopt. Ik leun nog van naar voren. Ja. Mag ik even een duwtje geven? Zo is die ongeveer. Mag ik even een duwtje geven? Ah. Probeer maar te blijven staan. Dat lukt niet zo makkelijk, hè? Nee. Okay. Goed. Ken je toevallig de squat? Dat is een finish. Als je de squat doet, dan laat je je hart op de grond staan. En je gaat met je billen helemaal naar beneden. Oh, dat? Tot aan de grond. Ja. Oké? Ja, supergoed. En dan moet je alleen proberen om je voeten recht vooruit te houden. Ja. Oh, supermooi squat. Ja, die daar zit bij. Wel een hele mooie diepe squat. Ja? Oké, nou mag je omhoog komen. Ja, en doe nou eens een halve squat. Ja, en weer omhoog komen. Oké, wat denk je dat we hiermee gaan doen? Die beweging moet ik gebruiken als lichtrijden. Dan gaan we als lichtrijden gebruiken. Net kan gaan zitten, dus ietsjes naar voren. Oké, en nou paardrijhouding. Je pony zit. Zit een beetje verder uit elkaar. Ja, goeie. Ja, oké, zo. Probeer nu eens of dat je het krukje aan kan tikken met je kont zonder te gaan zitten. Ja, en dan moeten je knieën eigenlijk stil blijven. Dus nu gaan je knieën nog heen en weer. Zo, zie je dat? Als je nou zo staat, hè, dan heb je hier het puntje van je knie en het puntje van je teen. Probeer maar eens om licht te rijden en dat deze lijn hetzelfde blijft. Dus je knieën mogen niet over je tenen, maar je mag ook niet achterover. Ja, dat wordt een ander verhaal, hè? Wat je kan doen, denk eens ietsjes meer aan de squat. Dus dat je echt je heupen laat scharnieren. Voeten naar voren, voeten recht vooruit. Zo, niet op je pony zitten, toch? Ja, dus voeten recht vooruit. Ja, en dan zachtjes naar achteren. Kijk, jij laat jezelf naar achteren vallen, maar doe eens alleen je billen een beetje naar achteren. Ja, goed zo. Beter. Zo, blijf op je voeten steunen. Ja, dus hier, je mag in je heupen, dit gedeelte, zo, dit mag een beetje meer bewegen, om zachtjes te kunnen gaan zitten. En dat mis ik ook in je echte lichtrijden, dat doe je met de knieën, doe je zo, maar dit beweegt erbij. Ja. En daardoor wordt het een grote beweging, en als je het met je heupen maakt, dan maak je een kleine beweging. Goed, je voeten recht, mag een beetje naar buiten, ga eens naar mijn vinger toe. Ja, zo nu, naar beneden en een beetje naar achteren. Ja, en je bovenlichaam mag naar voren, want nu laat je achterover vallen. Oh. Ja, probeer eens even zo, Tessa, met je bovenlichaam wat meer naar voren. Verder, verder. Je bovenlichaam hier houden. Ja, en nou zachtjes naar het terug doen. Denk aan die squat, hè. Goed, 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 goed. Nou was die zachtjes. Voel je? Blijf maar even zitten. Oké, ga maar staan. Ja, voet een beetje uit elkaar. Nog verder. Ja, en nou de elastiek een beetje aan. Ja, zo. En probeer hem nu eens. Dit naar voren. Bijna. Dit een beetje naar voren houden. En hier een kruk. Zo, hey. Nou was die zachtjes. Ja? Dus je moet eigenlijk een beetje aan die squat denken. Je kon net een super mooie squat. Ja? Probeer nou eens al squattend tot aan het bankje te komen. Ja, en je gewicht op je voeten houden. Hè? Ja, goeie. Even stiekem een beetje aan blijven trekken. Ja? Makken naar buiten. Ja? Ja, zo. Ja, rug hier mooi los. Ja, niet achterover vallen. En zakken. Zo. En dan hier goed jezelf opvangen met je benen. Want nu doe je zo en dan plof. Je moet met je benen moet je eigenlijk controleren dat je zachtjes gaat zitten. Met je benen, met je benen. Oh, waar zijn je benen? Ja, dus je knieën naar buiten door de elastiek aan te trekken. Oh, maar als het zo is, dan is het makkelijk. Ja, maar daarvoor is de elastiek. Dat is wel makkelijk. En dan is het heel zachtjes omhoog. Nog maar een keer op het voetje zitten. Zo, zitten. En dan geef je op links. Ja. Ja, dat is moeilijk, hè? En dan links. Ja, goeie. Zo beter. Nee, je mag niet smokkelen. Beetje weg. Knieën uit elkaar, anders knijp je gewoon niet fijn. Wat oud. Waar? Waar? Hier. Hier. Hier een beetje aanspannen. Kim, probeer jij het anders? Ja, probeer jij het. Nou, daar komt Kim hoor. Kun je even zo houden? Ja, dan houden we dat zo. Want dadelijk moet de stiek weer af. Dan moet je ook zonder elastiek. De oefening is dat je dus doet alsof je gaat lichtrijden. En dat je het krukje aantikt met je billen, zonder dat je echt gaat zitten en je gewicht. Ja, goed zo. Hè? Zie je hoe zij hier in de heupen beweegt? Deze beweging maakt. En het klopt dus dat je, hè, nu is het een hele lage beweging, dus je bovenlichaam gaat een beetje naar voren, dat kan niet anders. Ja. Je moet ook wel de rug heel hol worden, dus dat is ook het dingetje waar we dadelijk even aan gaan werken. Ja, maar hij is wel mooi licht. Zie je dat ze kan kiezen of ze wel of niet gaat zitten? Oké, goed zo. Kijk, probeer je paardrijhouding te houden. Ja. halve squat richting het krukje. Oh, dat is lastig. Ja, moeilijk hè? Even pauze. Ah. Zullen we even kijken hoe dit eruit nu gaat, nu je het geoefend hebt. Hij was nog niet helemaal goed, maar zullen we eens even een stukje kijken? Ja. Dus, nou zit je er toch op. Nee. Maar je hoeft niet eraan te denken dat je been rustig moet zijn. Je moet eraan denken dat je je heupen goed beweegt. En als je dat goed doet, wordt je been vanzelf rustig. Als je nou dit even zo'n rondje goed voelt, hè? Zo, dit is de beweging van je lichtlijn, hè? Zullen we hem dan nog even één keer met het krukje doen? Ja. Even. Ja, hartstikke goed. Zullen we die gelijk eventjes nog even doen? Ja. Doe eens even. Blijf op de bal zitten, hè? Ja. Weet je nog hoe die ging? Kan ik hem even voordoen? Ja, doe maar wel, want ik weet hem niet helemaal meer. Niet? Hij aan zich. Je maakt een soort rondje. Oh ja, ik weet het weer. Oké, doe wat. Ja, en nu ga je iedere keer staan, dus dan zou je het contact met je zadel verliezen. Probeer het rondje te maken terwijl je blijft zitten. Dus je kont blijft bij de bal. Ja, dat is hem. Goed zo. Ja, goed zo. En nou iets sneller, want je pony galoppeert ook iets sneller. Niet harder, iets snellere beweging. Zonder te stuiten. Ja, hou het rondje, hè. Tadadum, 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 tadadum. Ja, dat. Gewoon niet. Dat. Ja, hebben ze. Zo, dat is hem. Daar. Moest hem even zoeken. Ja, dat is normaal. Daar heeft iedereen altijd even. Goed zo. Oké. Daar. Hè, die kunnen we dan dadelijk gebruiken. Oké, je kunt ook het licht rijden met de bal doen. Maar dan met het ding. Nee, ga maar. Je had hem al. Ja, alles goed zo. Ja, je had hem al. Hé, nou kan je hem in één keer supergoed. Wat? Nou, je licht rijden. Zo wil ik hem, want kijk eens naar je tenen. Die zegt, hè? Die lijn die blijft mooi stil. Zie je dat? Dat je knieën niet meer over je tenen wiebelen. Zo wil ik hem graag. Een bal is prima. Bal is leuker. En wat je nu ook goed doet, doe ik nog eens. Gewoon net wat je net deed, lichtrijden, is dat je voelt dat als je gaat staan, dat je eigenlijk heel dicht bij de bal blijft. Ja. Voel je dat? Dus je gaat eigenlijk nooit helemaal weg van de bal. En dat wil ik graag bij je pony ook, dat als je gaat staan, dat je niet gaat staan zo hoog als je kan, maar dat je altijd bij je pony in de buurt blijft. Dus. Zo. Ja. Super. Kijk, snel gewoon zo. Maar dat werkt niet. Nee, dan val je om. Ja. Ja, supergoed. Nou gaan we nog even het echt doen. Op je pony. En probeer nu eens, Tessa, of dat je met je kont zijn achterbenen mee wil nemen iedere keer. Ja. Ga door. Ja. Achter in je zadel zitten. Neem zijn achterbenen mee op en je door. Sturen, kijken. Ja, goed zo. Zo. En Tessa, maak jezelf nog eens een beetje ronder en losser. Doe eens even halt houden, Tessa, als je hier voorbij bent. Even halt houden. Kijk, voor de galop moet je eigenlijk denken, wil je als op moeten duiken met een rekstok? Je moet als je galoppeert doen, alsof hier dus die rekstok is. En dat je een beetje een kopkom maakt. Hoe dat is. Dus ik ben even de rekstok. Doe alsof je een kopkom maakt. Ja. Oké. En je kont blijft in je zadel, hè? Ja. Ja. Oké. Nog een keer. Overheen. Ja. Probeer dit eens te doen in de galop. Ja, want nu kan je kont naar achter en je rug. Ja, terwijl jij zit een beetje zo. Zo zit jij. Ja, en dan kan je dus niet meer zijn achterbenen meenemen. Terwijl als je dus koppelte duikelt, hier kan je zijn achterbenen meenemen. Ja, en dan ga je dus galopperen. Zo. Iedere keer zo, alsof je die koppel. Ja, nu zou je een goede galop hebben. Als je dit doet zo. Ja, probeer dat eens. In het ritme van je pony. Kom. Oké, waar is de rekstop, Tessa? Ja, goed zo. Even kijken waar je naartoe rijdt. Kijken, kijken. Kijk eens hier naartoe, Tessa, als je hier naartoe wil rijden. En jij kijkt zelf ook daar naartoe. En dan gaat ook daar naartoe. Dit is een mooi stuk. Nu al een beetje beginnen te sturen en te kijken. Lijkt maar hier naar op. Mooi stukje. Voel je dat? Oh. Hey, voelde je dat? Ja. Goed zo. Nu al een beetje sturen deze kant op, hè? Ja. Kijken. Je moet niet kijken waar je tegenaan gaat botsen. Je moet kijken waar je naartoe wil rijden. Oké, Tessa. Hoeveel vingers steek ik op? 1, 2, 3. En nu? 4. Goed zo. Volgende rondje weer een keer. Goed zo. En nu? 3. En nu? 4. En wat doet je pony nu? Die loopt zijn wending netjes. Ja. En je kont is in je zadel. Waar is de rekstop? Waar is de rekstop? 4. Goed zo. 2. Goed zo. Ja, de 3, maar dat maakt niet uit. Je pony loopt zijn wending op. Kijk, nu zit je. Doe je dat? Ja. En weer de rekstop. Ja, goed zo. Goed zo. Kijk. Kijk. Super. Juist. Rechtshok. En kijk, blijf kijken. Goed gedaan. Goed gedaan. En weer de rechtshok. Je mag jezelf niet oprollen. Rol jezelf maar op. En dan op de bal. Ja, goed. Goed. Ik vind iedere keer een stukje daar het beste. Kun je dat voelen? Nee. Dan ga je weer een beetje besluitende. Weer even half houden. Zo, we gaan er nog één keer even zo op de stilstaan doen. Zo, komt u weer een keer aan. Zij blijft een beetje zo zitten. En we doen nog even daar. Oeh, zo. Ja. Gek, hè? Kun je eens een keertje de hele tijd zo galopperen, terwijl dat je de hele tijd zo zit? Oké. Probeer dat eens eventjes. Oeh. Kom maar weg. Ja, goed zo. Blijf daar zitten. Ja, en dan neem je zijn achterbenen mee onder je door. Goed gestuurd. Ik zie niet waar ik ga. Jawel. Ik kijk dan even naar de roze bal. Dat kan ook. Ja, en weer zo op de rechter. Goed. Goed zo. En dan bewegen. Het wordt een beetje duizelig. Doe even half houden? Ja, het wordt echt een beetje duizelig. Ja. Half houden. Gaan we deze voor doen. Kijk, hè. Dus je hebt dat stukje vanuit de rekstok, hè. Dus je doet alsof je de rekstok hier zo hebt en dan op je kop te gaan duikelen. En dan maak je zo het mooi. Ja, dus je hebt nu, dit heb je nu goed, maar je mag nog iets meer het rondje maken. En daarom heb ik ook, doe maar alsof je zijn achterbenen meeneemt. Als ik zo zit, hè, nu neem ik die bal mee naar voren. Zie je dat? Probeer het hier zo mee naar voren heen. Ja? En als je op de pony zit, dan doe je dus alsof je zijn achterbenen meeneemt. Oké, kun je nog een rondje? Goed. Goed. Ja. Ik heb nog wel iets, dat is met een soort balletje ertussen. Wat je mag doen. Je mag hierop zitten. Dan moet je eventjes blijven doorzitten en gelijk aangalopperen, want zodra je gaat staan, dan ben je hem kwijt. Als je hem vervelend vindt, kun je dus gewoon even gaan staan. Zo staat hij wel. Ja, en probeer maar eens om te galopperen. Dan voelt dat heel raar, want het wiebelt. Hè? Ja. Ik stoog. Ja, je zit ineens heel hoog, hè? Als je dit doet, dat voelt gewoon alleen maar heel raar, verder niks. Maar je zal het verschil merken als hij juist weer weg is. Dan heeft het verschil. Ja? Zie je dat zitten? Ik ben benieuwd of hij niet knapt of zo. Dat is nou nooit gebeurd. Nou, kijk maar eens of dat je zo galopje kan doen. Moet je eens even blijven door. Pijn op de kont. Lucht kan geen pijn doen. Mag ook rechtsom, hè, als dat fijner is. Of als je nee, ik kan alleen linksom. Oké. Oh, oké. Ja, dat is gek, hè? Ja, goed zo. Probeer maar eens. Ik zit zo hoog. Ja. Kijk, je doet het nu eigenlijk al goed, want je nou doet wat je doet. En dus niet bang zijn om te bewegen. Hè? Dat de bedoeling van dat ding is dat je veel beweegt. Dus dat je een beetje zo een soort lappenkop wordt. Oké. Ga maar. En kijk, hè, weet je wel, hoeveel vingers steek ik op? Oh jee. Nou, je hoeft dat niet echt. Ik ga geen vingers opsteken, maar probeer wel gewoon te kijken waar je naartoe wilt rijden. Nou, halfweer maar eens aan. Kom maar, ga. Ga. Goed zo. Super. Ja, super. Kijken, sturen. Sturen, kijken. Nog een keer. Goed zo. Goed zo. Voel je? Nee, super knap. Ik wil net maar wel wat makkelijker. Ja, heel goed. Ik zit zo hoog. Ja, klopt. Ja, nog één rondje. En vanuit je heupen, zoals we op de bal hebben geoefend. En de galop, ook zoals op de bal. Denk aan de rekstok, dat je koppeltje duikelt. En dat je dan de beweging maakt. Hè? Kun je dat onthouden, denk je? Ja. Kun je dat lekker gaan oefenen nog? Ja. Goed zo, super. Let hier even kijken naar deze. Nou, dan de zetcursus. Kim, vond jij het leuk? Ja. Ik ook. Nou, Roos, bedankt. Heel graag gedaan. Super gewerkt allebei. Dit is Gepaard met een Lach. Als je hiervan meer wilt weten, kijk dan hier beneden in de beschrijving. En voor Vereniging Eigen Paard staat de link ook in de beschrijving.